zit er nou eigenlijk onder dat een kind in deze situatie is gekomen, dat het stoppen met eten daarin een functie heeft gekregen? Liefst behandel je natuurlijk niet met medicatie. Ik denk in eerste instantie zijn er heel veel andere manieren om te behandelen. Nou, ik ben Miranda Frederiks. Ik ben kinderpsychiater op het AMC, of het Amsterdam UMC heet dat nu. En ik zit daar op de kinder-NPU. Ik ben daar behandelaar voor kinderen die zowel lichamelijke klachten hebben als psychiatrische klachten. En die niet op de kindergeneeskunde zijn omdat ze te veel gedragsdingen hebben. En niet op de psychiatrie omdat ze te veel lichamelijke problemen hebben. Nou ja, ik wilde eigenlijk altijd kinderarts worden, omdat ik toen zelf astma had en dacht van nou, verschrikkelijk, toen de kindergeneeskunde, toen kon ik allemaal dingen, mocht ik niet. En toen dacht ik wil later kinderdokter worden en toen ben ik dat ook gaan doen. En toen was ik op de kindergeneeskundeopleiding en toen dacht ik vind het echt boeiend als het samen gaat met lichamelijke dingen. En als het ook gewoon ja, niet goed gaat met kinderen, wat je dan kan helpen, dat je wat meer tijd krijgt voor goede gesprekken en dat je ja, dus eigenlijk op allerlei manieren kan helpen. Toen dacht ik, dan moet ik misschien toch psychiater worden en dan de combinatie gaan doen. En ik zie vooral jongeren met en kinderen met ja, eigenlijk alles in de combinatie lichaam en geest aandoeningen. Ja, je kan het natuurlijk helemaal niet scheiden, omdat het zo erg met elkaar te maken heeft. Je kan niet denken van nou, het gaat in mijn hoofd, ik heb allerlei gedachtes en dat heeft natuurlijk weer invloed op stress en dat heeft invloed op je maag en dan kan je minder goed eten. Dus je kan natuurlijk nooit je lichaam en geest in het algemeen losmaken van elkaar. En of je krijgt buikpijn als je spanning hebt, anderen krijgen hoofdpijn als je spanning hebt. Het is gewoon één geheel. En als je denkt aan een eetstoornis of is het een psychiatrische ziekte. Het is in ieder geval iets wat, nou ja, ik zeg al heel vaak tegen jongeren, het is een soort mindfuck, toch? Want het klopt namelijk niet. Dus het klopt helemaal niet. Fysiologisch klopt het niet. Wat je op biologie op school leert, klopt het niet over eten. Het klopt niet dat je, hoe je je ziet, klopt niet. Dus het is een soort mindfuck. Dat vind ik eigenlijk het psychiatrische deel daaraan. En waarom het is ontstaan, is zo verschillend per kind. Ik vind het altijd zo lastig om in protocollen, omdat het zo op ieder individueel verhaal is. En je kan een soort grote groepen bedenken. Is het een groep van jongeren die hier in zijn land vanuit overprikkeling, vanuit autisme, wat niet herkend is, met naar de overgang naar de middelbare school, met het enorme streven het daar goed te doen. Is het meer vanuit, ja, net zoals moeten zelf beschadigen, vanuit ongelukkig zijn, niet willen voelen, naar trauma. Het is zo verschillende groepen. Het is heel vaak een manier om te gaan met eenzaamheid, laag zelfbeeld, onzekerheid, niet het leven aankunnen. En ja, is dat dan een psychiatrische ziekte? Ik denk uiteindelijk die mindfuck die eruit ontstaat, is echt een psychiatrische ziekte, denk ik. Dat is bijna een wanen, toch? Dat klopt gewoon niet. En daarom kan je dan niet alles goed overzien. Die enorme overschatting dat je toch gezond blijft of blijft leven met zo weinig voeding. Uiteindelijk, dat is een mindfuck die niet klopt. Een coping met de huidige maatschappij, denk ik soms wel eens. Met het enorme hoge perfectionisme en alles zo goed moeten doen. Dus ik vind het, ja, het is altijd ingewikkeld. Is het een ziekte of een copingsmechanisme? Het is beide, misschien. Eigenlijk is het helemaal niet zo belangrijk welke diagnose er dan op zit. Het gaat natuurlijk om wel wat eronder ligt. Maar het is niet, oh, je hebt een eetstoornis, dit is je eetlijst. Dat is echt niet onze visie. We willen echt heel goed kijken van wat maakt nu dat het nodig is om dit te moeten doen. Om je niet pijn te hoeven voelen of niet eenzaam te hoeven voelen. Of er zijn nare dingen gebeurd. Of het is ingewikkeld thuis. Of de school is veel te ingewikkeld. Of dat we in ieder geval daar het gesprek met elkaar aangaan. En niet over gewichten en eetlijsten. En dat het ook maakt dat ook al moeten er soms nare dingen zijn. Of moet je een keer met dwang iets doen om iemand toch niet te laten overlijden, dat je dat wel doet met een soort respect en steeds met elkaar in gesprek erover bent van hoe kom je daar zo snel mogelijk weer uit en gaat het waar het echt over om moet gaan. En dat proberen we op deze kliniek heel erg uit te dragen met een heel multidisciplinair team. Dus eigenlijk, eigenlijk van alles ongeveer in de afgelopen 3 jaar bij elkaar gedaan, want we denken, nou, dit helpt hopelijk. En hier voelen ze zich gehoord en kunnen we ook echt iets veranderen, omdat het eigenlijk op veel reguliere plekken dan gewoon niet gelukt is. Dat weten we bij de kinderen die hier komen. Kijk, is het natuurlijk wel een aandoening echt de meest ernstige kinderpsychiatrische aandoening voor kinderen. Een eetstoornis waar ook echt kinderen aan kunnen overlijden. Het is natuurlijk echt een ernstige ziekte. Met de combinatie met het lichamelijke en het ondergewicht en je enorme rigide brein wat je krijgt erbij, maakt dat wel dat je, ja, dat het gewoon een heel ernstige ziekte is.
waar ook het soms, als je met alle met elkaar besluit moet nemen, dat het niet meer gaat. En dat is wel, vind ik, het hele ernstige aan deze ziekte eigenlijk. Ja, als we dan denken, hoe behandel je rigiditeit of hoe kan je dat ondersteunen medicamenteus? Dan denk ik eigenlijk, liefst behandel je natuurlijk niet met medicatie. Ik denk in eerste instantie zijn er heel veel andere manieren om te behandelen. Maar ik denk op een bepaald moment als het echt heel erg vastloopt en je hebt ook echt goed in kaart analyse gebracht, wat zit er nou eigenlijk onder dat een kind in deze situatie is gekomen met zo ernstig afvallen, lijden, dit moeten doen. En dan kijk je, is er last van depressie onder? Is er trauma onder? Is er toch een rigiditeit vanuit autisme al onder? Een overprikkeling? Een angststoornis onder? En daaruit bekijk je van, kan een kind ondersteund worden in dit traject met toch wat medicatie tijdelijk? En ik denk wat het meest voorgeschreven wordt bij anorexia, is natuurlijk ook wel in de literatuur, is olanzapine. En dat is eigenlijk heel erg om de scherpe randjes van de gedachten af te krijgen. De enorme angst die de hele dag, de paniek bij de eetmomenten, de beweegdrang, het continu moeten bewegen. En dat is een hele lage dosering van antipsychoticum. En antipsychoticum gebruik je eigenlijk bij schizofrenie en bij allerlei ernstige psychoses. Dat doen wij niet in die dosering, maar een hele lage dosis, zodat er net de scherpe randjes en een soort filter komt, waardoor de continue angst en overprikkeling wat minder is. En dat is echt tijdelijk. Het gunstige is ook wel dat je er wat beter op slaapt. En dat natuurlijk uiteindelijk het anders zo uitput, dat dat ook helpt. Maar het is tijdelijk. Het is echt ter ondersteuning. En zodra het kan, dan gewoon weer afbouwen. En als er meer sprake onderliggend is van een kind met toch wat aanleg voor autisme of heeft autistiforme kenmerken, ja, dan volg je eigenlijk ook de richtlijnen voor autisme. En dat is risperidon. Dat zijn middelen wat je gewoon het meest kinderen kan helpen om de overprikkeling bij autisme voor alles wat er in de wereld komt, wat zo heftig binnenkomt, wat te verminderen. En dan kan natuurlijk stoppen met eten of die hele eetstoornis ook grond hebben gekregen bij het totale eenzaam voelen, over ongelukkig en heel erg vast zijn gaan zitten. En in die vastzittende gedachten kan risperidon net helpen om dan meer open te staan voor therapie, voor inzichten, voor gesprekken, om het eten aan te gaan. En dus dat, ik denk dat dat helpt. Maar ook weer, misschien niet lang of maar tijdelijk, maar wel om er weer uit te komen. Dus ik ben eigenlijk wel, ik ben geen voorstander van medicatie, maar wel als een soort steuntje in de rug bij om eruit te komen. Bij depressie, als je kijkt, ik vind eigenlijk als ik zo nadenk bij de kinderen die ik dan hier ook zie, of die ik ooit polyklinisch heb gezien, dat terugkijkend, als je helemaal nagaat, toch weer in het leven van hoe ging het op school in die klas, dat de somberheid al best vaak eerder was dan de eetstoornis. En er toch eigenlijk best bij veel kinderen al daarvoor depressieve klachten waren. En dat is natuurlijk heel lastig bij kinderen. Dan trek je wat meer terug of je wordt wat prikkelbaarder en voelt je steeds eenzamer. En op een gegeven moment leidt tot een eetstoornis en die krijgt dan alle aandacht. Want je denkt, het is een eetstoornis, maar dat lukt natuurlijk niet om die te behandelen, want daaronder zit die depressie. En dan is het wel helpend om dan toch een antidepressivum te starten. En de cognitieve gedragstherapie. Echt de combinatie. Om een beetje effect te krijgen daarop en toch weer wat beter, wat minder te kunnen genieten. Weer ook een beetje aan perspectief te kunnen denken en motivatie te krijgen. En dan is fluoxetine of citalopram denk ik het meest wat bij jongeren wordt voorgeschreven. Een hele lage dosering. Zelf bouw ik het altijd heel laag op, dat ze geen bijwerkingen ervan hebben. Dus heel langzaam laag opbouwen. En ik denk dat het een beetje verouderd is om te denken dat het niet kan bij jongeren met anorexia. Omdat ze je echt onderbehandelt als je niet de depressie behandelt en je het totaal aan het verkeerde touwtje trekt als je alleen maar aan de eetstoornis gaat zitten. Daardoor komen ze soms een keer. Het is gewoon niet het pad wat helpt. Het is gewoon het verkeerde pad. En heb je eigenlijk de afslag gemist waar het om gaat. En dat is denk ik wel ook met depressie heel erg belangrijk. Om er heel goed naar te kijken van hoe is het nou eigenlijk ontstaan en die gesprekken aan te gaan met ouders en kinderen. Wat speelt er in de familie? Zijn er andere familieleden die ooit dat hebben gehad of depressie hebben gehad? En dan is medicatie wel een belangrijke steun. En ook weer tijdelijk, 6 maanden. En dan ga je kijken als je 6 maanden goed bent, of je het weer kan afbouwen of niet. Dus ik ben niet een pillendokter, maar ik wil wel, het helpt. Of wel om soms ergens uit te komen en om uit een loop te komen. De duur van dat je dan antidepressiva geeft is eigenlijk na 6 maanden. Dan ga je het evalueren of je het al wat kan verlagen of dat het toch nog iets langer is. En ik denk wat het allerbelangrijkste is bij medicatie, dat je daarnaast wel echt ook therapie doet.
psychomotoren therapie, op hoe kan je omgaan met sombere stemming, hoe zit je in je lijf, hoe kijk je naar je eigen lichaamsbeeld. Dus cognitief gedragstherapie, hoe kan je op een andere manier je gedachten zo bewerken dat je niet moet door te stoppen met eten, maar op andere manieren, constructievere manieren, je emoties kan controleren. EMDR helpt soms als je somber bent geworden naar allerlei nare pestervaringen op school of nare dingen hebt meegemaakt. Of over je grenzen bent gegaan op een of andere manier lichamelijk of in groepen. Dan helpt dat natuurlijk om daar EMDR op te doen met ondersteuning van antidepressiva. Maar niet alleen de medicatie te geven. Dat kan natuurlijk niet. Dus het is echt een combinatie. Ik wil altijd in gesprek om te stoppen. Wat is tuurlijk, als het niet meer nodig is, ben ik de eerste die zegt stop met die medicatie. Alleen als je in één keer stopt, krijg je gewoon hartstikke veel last. Ga je zweten, krijg je hoofdpijn, voel je je niet lekker, krijg je het allemaal terug. Dus je moet dat eigenlijk heel langzaam doen. Vaak zeg ik, dat moet je eigenlijk wel soms wel 3 maanden over doen. Dan ga je steeds een beetje afbouwen en dan kan het ook zonder problemen, zonder dat je een terugval krijgt. En, dus gesprekken over afbouwen altijd, maar niet in één keer. En ik denk dat, ja, dat je daar ook gewoon mee voorkomt dat je opnieuw toch een terugval krijgt in stemming of angstklachten. Ik snap heel goed dat ouders soms vragen hebben bij medicatie, omdat er zijn natuurlijk allerlei ideeën over medicatie, dat het verslavend kan zijn. En dat is bijvoorbeeld de lorazepam of de oxazepam, dat je kind er nooit meer afkomt. En ik denk dat het goed is om het altijd maar goed uit te leggen en met elkaar samen in gesprek te gaan, want uiteindelijk is de angst vaak heel erg een belangrijke factor onderliggend. En als je dat iets kan verminderen met lorazepam of oxazepam en dat ook weer afspreekt van en dan gaan we dat weer afbouwen en stoppen, is het vaak dat je ouders het ook begrijpen waarom je het geeft. En dat het niet verslavend is als je het tijdelijk doet en je het ook weer goed afbouwt en geleidelijk doet. Kan je er beter effect van hebben dan dat het schade oplevert. Mm. En ik denk dat ouders natuurlijk ook angst hebben dat je kind verandert, bijvoorbeeld. Vind karakter, dat zeggen kinderen zelf ook altijd of jongeren tegen me. Als ik maar niet een ander persoon word, want dat wil ik echt niet. En ik denk, ja, dat zou natuurlijk als eerste zijn wat wij ook niet willen. Dus dat gaan we als zeggen, dan zeggen we de volgende dag gaan we het weer evalueren. Dus we gaan eigenlijk elke dag kijken van, en merk je iets? Ben je nog wel Pietje of dingetje? Voel je dat je nog dezelfde dingen zegt? Ja, nou, dan gaan we het toch, dat we het steeds met heel geleidelijk doen. En dat zou natuurlijk vreselijk zijn, een medicatie om je karakter te veranderen. Of dat je niet dingen besluit die je anders zou doen. Dan heb je of niet de goede dosering, of niet het goede middel. Of er klopt helemaal niks van in ieder geval. Dus dat hoor je vaak. En dat je van aankomt. En dat is ook als je de bijsluiter leest van een olanzapine. Alleen dat is bij jongeren die psychose hebben of schizofrenie en 20 milligram dosering krijgen. En dat geef je nooit. Ook niet bij de risperidon. En ik denk dat echt anders werkt in een normaal gevoed lichaam qua metabolisme dan in een heel erg ondervoed lichaam. En dat je dat effect niet hebt. En dan zeg ik altijd, maar we meten je al best is. En als wij zien dat je daar te snel op aankomt, gaan we daar natuurlijk wat aan doen. Dan zit het of in de intake of in het bewegen. Dus dat is wat je samen het gesprek over aangaat. Nou, dat is helemaal terecht dat ouders zeggen van nou, het is een soort dempen en die pleister voor iets, maar je doet er niks structureels mee. Alleen hoe ik het altijd probeer te zien en wat ik denk, wat ook een beetje mijn ervaring is, dat je de ruimte krijgt om juist aan iets te werken wat niet lukt zonder die medicatie. Dat het echt even een steuntje in de rug is, heel duidelijk, om daar wel de ruimte te hebben of even om te praten waar het echt over gaat. En niet alleen maar over die rigiditeit en die angsten, dat je daar het alleen maar over hebt, maar over iets meer kan hebben, wat er echt aan de hand is. En om daar tools voor te krijgen en inzicht in te krijgen en samen over na te kunnen denken. En dat geeft die medicatie juist net die ruimte om niet helemaal overspoeld te zijn of vast te lopen in alle sombere gedachten, nihilistische gedachten. Het is meer aanvullend waarop het juist meer mogelijk maakt en dan moet je het stoppen. En als dat niet zo is, als het dempt, dan is echt of het niet de goede dosering of het medicatie is niet goed. En dan moet je ook gewoon stoppen in overleg. Dus ik denk dat is echt weer, nou ja, misschien mijn stokpaardje, samen met ouders en het kind steeds monitoren, want zij kennen het kind beter. Is het kind gedempt? Zien we dat? Of is het juist hulp?